Vanmiddag is het bewolkt en valt er ook van tijd tot tijd regen of natte sneeuw. Mogelijk dat het later vanmiddag en vanavond plaatselijk nog glad kan worden doordat de sneeuw even blijft liggen. In de loop van de avond wordt het vanuit het zuidwesten wel geleidelijk aan droog en gaat ook de temperatuur omhoog. Maar in het noordoosten duurt dat nog wel even en blijft het zo'n 1 tot 2 graden. En dan morgen, ja dan wordt het zeer zacht. Vannacht zien we dat het tijdelijk wat droger wordt, maar in de loop van de nacht gaat het vanuit het zuidwesten wel weer regenen. En de temperatuur die stijgt naar zo'n 2 tot 5 graden. Morgen overdag wordt het dan 10 tot 13 graden. Het is bewolkt en regenachtig. In de loop van de middag wordt het wel vanuit het zuidwesten geleidelijk aan droog. En blijft wel ook stevig waaien, een matig tot krachtige wind staat er en aan zee is de wind af en toe hard. Dat geldt ook voor de zondag, ook dan een dag met flink wat regen. Later op de dag wordt het wel wat droger, maar kan er nog hier en daar een bui vallen. En maandag en dinsdag wordt het wat minder zacht, maar het blijft wel wisselvallig.